wel of niet melden, je gaat natuurlijk ook gelijk aan je veiligheid denken, denk ik. Nou ja, speelt ook een rol. Hè. Uiteindelijk wil niemand daarvoor afgeschoten worden. We zitten in misschien wel de moeilijkste fase van de coronacrisis tot nu toe. Dat geldt in ieder geval zeker voor ondernemers met een horecazaak of een winkel. Ze zijn vaak financieel in ieder geval de wanhoop nabij. En dat betekent dat ze extra kwetsbaar zijn voor criminelen die altijd op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om hun geld wit te wassen. En dan valt de term ondermijning al snel. Intussen een wetenschap op zichzelf. Bij ondermijning gaat het eigenlijk om de gevolgen van georganiseerde misdaad voor de samenleving. Dus niet die georganiseerde misdaad zelf, niet de drugsdelicten zelf. Dat is georganiseerde misdaad, dat kennen we al heel lang in Nederland ook. Het gaat er nu om dat, omdat de belangen zo groot zijn geworden, de bedragen waar het om gaat, worden structuren van onze samenleving aangetast. Zoals de rechtsstaat zelf met de moord op de advocaat van een kroongetuige. Maar dus ook drugsgeld dat zijn weg zoekt van de onderwereld naar de bovenwereld. Ja, dit is een klassiek plaatje van hoe werkt witwassen van crimineel geld. Straks terug naar de studeerkamer, eerst maar eens even naar de binnenstad, waar de souvenirbranche niet bepaald het beste jaar ever achter de rug heeft. Echt dramatisch slecht, ja. Je hebt natuurlijk de high-end business waarin Jorrit Heijnen zich met zijn bedrijf beweegt. Ja, dit zijn hele zware. Dit zijn nog wel met hand gedraaide vazen in Nederland. Die zijn daarna door ons gedecoreerd, geglazuurd en gebakken. Ja, en hier komt normaal gesproken de rijkere toerist voor binnen. En je hebt de zaken met een wat lagere drempel. Maar wat de ondernemers gemeen hebben is dat ze allemaal wat raar opkijken van wat vreemde bewegingen op de markt. Ja, dat is ook zeker zo. En we kennen ook wel de verhalen uit de stad. Ja, dat er ook overnames plaatsvinden van souvenirwinkels. In een tijd waarvan je denkt, ja, zo'n souvenirwinkel is op dit moment eigenlijk geen stuiver waard. Maar dan wordt er toch grote sommen voor betaald. En ja, dan is er wel de vraag, waar komen die grote sommen geld vandaan? Deze verhalen doen vooral de ronde sinds de onderzoeksjournalisten van Investico in de Groene Amsterdammer publiceerden over een ondernemer op het Rokin die in coronatijd in één keer eigenaar werd van een groot aantal toeristenwinkels. Niks verdachts aan, reageerde de zakenman tegenover het Weekblad. Hij anticipeert op een opleving van de economie na corona en de vele vestigingen op zijn naam. Dat kwam door wat vennootschapsrechtelijke wijzigingen binnen zijn bedrijf. De horeca dan. Een branche waar de georganiseerde misdaad van oudsher graag zijn oog op laat vallen. En ook daar ziet justitie in dit geval verontrustende dingen. We onderzoeken in ieder geval signaal. Ja, heeft u een voorbeeld waar je dan aan moet denken hoe dat gaat? Gewoon dat er bij een horecagelegenheid iemand letterlijk met een cashkoffer voor de deur staat om te kijken, kan ik de zaak overnemen? Nou, we hebben de signalen niet gehoord. We hebben wel gehoord van de rechercheachtige teams dat die dat zien. En dan gaan wij ze proberen te achterhalen. We horen geruchten en we zien wel dat je nu, als je in het nauw staat en je rekeningen blijven maar doorgaan en de steun is niet voldoende, wat moet je dan? Dan ben je misschien eerder geneigd om de foute stappen te maken. Die schrijnende situatie is helder, maar hoe gaan de criminelen vervolgens te werk? Volgens de wetenschap gaat dat een stuk geraffineerder dan alleen maar die koffer met cash. Ze hebben een intelligence systeem eigenlijk, hè? Bijna gespiegeld van het intelligence systeem wat de overheid heeft. En ze, in het algemeen wordt dus goed getarget, wordt gekeken welke bedrijven maken we de meeste kans, welke bedrijven hebben het moeilijk, wat weten we over de eigenaar, hoe zit die privé, heeft die daar problemen, heeft die financiële problemen. Zijn er middelen, mogelijkheden om iemand onder druk te zetten, is iemand chantabel? Nou, en als ze dat plaatje een beetje hebben en ze zeggen, nou, dit is mogelijk een geschikt target, dan gaan ze pas daarop af. En dan niet meteen met die zak met geld. Maar op een gegeven moment komt die natuurlijk wel op tafel. Dus bij de overname kun je zeg maar onder de tafel al flinke sommen van je drugsgeld inzetten. Maar als je eenmaal de zaak in je bezit hebt, begint het feest pas echt. Terug naar dit plaatje en laten we zeggen dat je een niet al te druk bezochte nagelstudio hebt overgenomen. Waar je eerst, placement, je drugsgeld naartoe brengt. Dan in de layeringfase, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het manipuleren van de boekhouding valt daaronder. Dus dan ga je, daar heb je weer stroommannen voor of stroomvrouwen in zo'n nagelstudio.
ga je als een idioot de hele dag de kassa aanslaan met fictieve bedragen. En dan tot slot de integration. Moet je over die zogenaamde omzet nog wel even belasting betalen en is in ieder geval een groot deel van wat eerst zwart was, nu wit. Dit kost €22,95. Nou, voor een cadeautje voor iedereen te doen, toch? In de Munttoren hopen ze straks ook weer wat Amsterdammers te mogen verwelkomen, want ze willen door, uiteraard. Ook al heeft ook Heijnen wel eens een vreemd telefoontje gehad. Dat zijn partijen. Kijk, dan wordt er iemand naar voren geschoven en die zegt, nou, ik wil wel voor je onderhandelen. En ik weet misschien wel een paar partijen, maar wat die partijen dan zijn of wie dat dan zijn, ja, dat weet ik ook niet precies. Heeft u dat telefoontje gemeld? Nee. Omdat ook niet concreet is aangegeven wie dan de mogelijke geïnteresseerde partij zal zijn. Ik vraag het natuurlijk, omdat ja, wel of niet melden, je gaat natuurlijk ook gelijk aan je veiligheid denken, denk ik. Nou ja, speelt ook een rol. Hè. Uiteindelijk wil niemand daarvoor afgeschoten worden. Hè. Dus we willen allemaal graag overeind blijven. Maar ik denk wel dat het goed is dat de overheid gaat kijken naar de transacties die in de binnenstad plaatsvinden, in deze branches. Op zich maakte de burgemeester zich al zorgen. Al langer leeft de wens om niet alleen de horeca vergunningsplichtig te maken, maar ook winkels, zodat op die manier eigenaren gescreend kunnen worden. Voor nu wil ze inzetten op extra speciale ondermijningsteams. Maar, waarschuwt Kooltof, vergeet ook de eigen organisatie niet met een kleine 15.000 ambtenaren. Dat is kwetsbaar, zo'n apparaat voor ondermijnende beïnvloeding van buitenaf. Dus er zijn corrupte ambtenaren binnen de gemeente Amsterdam. Daar kunt u uw hand voor in het vuur steken. Ik ken ze niet, maar ik weet zeker dat ze er zijn. Ja. De georganiseerde misdaad ziet dus juist nu zijn kans schoon om nog meer voet aan de grond te krijgen in de bovenwereld. En dat betekent dat het dus straks nog weer moeilijker wordt om dat gedeelte terug te pakken. Zeker omdat de meldingsbereidheid niet hoog is. Risicoloos is het niet, dat klopt. Maar vergis je niet, als je meegaat met die criminelen, ik denk dat het risico dan nog veel groter is. Op het moment dat je ze een vinger geeft, dan komen ze de volgende dag om de hele hand. En je bent chantabel geworden, want je hebt zelf meegedaan. En je wordt bedreigd, je wordt afgeperst, je hebt geen leuk leven meer.